Hallo iedereen, goedemorgen. Ik wou het vandaag met jullie hebben over geldbewustzijn. Dat is eigenlijk een video of een thema waar ik eigenlijk al een tijdje iets over wil meedelen of zeggen. En omdat vandaag, laat ons zeggen, een redelijk drukke dag is met allerlei privé dingen, dacht ik van, ik ga gewoon een video opnemen in mijn auto. Dus hetgeen waar ik het over wil hebben is, na aanleiding van een aantal gesprekken dat ik heb gehad met Sarah, met Chino, met mijn twin, dat er rond geld nog heel veel onbewuste stukken werkzaam zijn. Zowel in onszelf, maar dus eigenlijk ook gestuurd vanuit het collectief. En door het feit wat ik ook gisteren vertelde in een video rond, waar dat Pluto, de verschillende planeten en bepaalde planeten hier komen doen en ons bewuster over willen maken, is het ook belangrijk dat ik dat ook op een andere manier met jullie deel. Waaronder, stel jezelf de vraag, als je 100 euro krijgt via jouw werk, of dat dan nu een zelfstandige onderneming is, of gewoon via werken voor een baas, of wat dan ook, en je krijgt 100 euro gewoon zomaar voor je verjaardag, voor je nieuwjaar, of gewoon zelfs zonder een reden. Gewoon zomaar, hop, alsjeblieft. Wat is het verschil daarin voor jullie? Want wat is mijn ervaring? En dat is hetgeen, ik zeg niet dat het bij jou zo is, dus daarom stel ik eerst de vraag: voelt daarover voor jezelf hoe dat zit? De ervaring is dat op dit moment in het collectief, de 100 euro dat je krijgt via jouw werk, dus voor het werk dat je gedaan hebt, dat je verdiend hebt, dat die 100 euro meer waard zou zijn, of tenminste aanvoelt als meer waard, dan de 100 euro dat je gewoon zomaar gratis en voor niets krijgt. Dus, waarmee wil ik wel zeggen, uiteindelijk als je die 100 euro, en je geeft die aan mij al twee, die hebben dezelfde waarde. Die blijven, 100 euro is 100 euro. En de enige waarde dat die 100 euro minder of meer waard zou zijn, is wanneer je ten opzichte van een andere munteenheid, of bijvoorbeeld crypto, wat dan ook plaatst. Maar 100 euro blijft 100 euro. En het maakt niet uit op welke manier dat je dat verkregen hebt. En dat is het grootste probleem dat de meeste mensen, en zeker mensen die op het spirituele pad lopen en bewust ermee bezig zijn, maar nog niet zo diep gezakt zijn dat ze ook over dergelijke zaken nadenken, dan is die 100 euro, of als het nu komt via jouw werk, of omdat het gewoon 100 euro dat je gevonden hebt op de straat, of 100 euro dat je gekregen hebt van iemand, het is dezelfde waarde. Dus stop met het jezelf moeilijk te maken en meer waarde toe te kennen en te doen alsof dat 100 euro dat je gekregen hebt via je werk, dat dat meer waardig zou zijn. En ik zeg bewust waardig, omdat het niet gaat over die 100 euro dat je krijgt. Het gaat erover wat dat jij ervoor in ruil gedaan hebt. En dus dat is hoe dat onze maatschappij altijd heel lang gewerkt heeft en nog steeds gewerkt op heel veel vlakken. Als ik er iets voor doe en ik heb heel veel gewerkt en ik heb bloed, zweet en tranen heeft het mij gekost om die 100 euro te krijgen, dan is die 100 euro veel meer waard dan gewoon 100 euro dat ik gewoon zomaar in mijn schoot geworpen kreeg. En ik denk dat het nu ondertussen wel duidelijk is waar ik naartoe wil gaan. 100 euro is 100 euro, punt. 10 euro is 10 euro, punt. Een miljoen is een miljoen, punt. Het is gewoon meer van dat ene eurotje. Of dollar, of maakt niet uit welke munteenheid dat je gebruikt. Het is een manier om een bepaalde waarde van iets anders uit te drukken. Zoals ik gisteren tegen Gino gezegd heb. Vroeger, dan ruilden we schapen in ruil voor brood. Maar een schaap was misschien 10 brood, maar wat ben ik nu met 10 broden? Ja, of anders moet ik een hele grote diepvriezer hebben. Maar dan nog, het stapelt zich op. Dus vandaar is het idee van geld ontstaan. Geld is niet slecht. Geld is gewoon
een veruiterlijking van energie. Jij bent een veruiterlijking van jouw energie. Dus stop met zoveel kracht en macht te geven aan geld. Dat is het niet waard en dat is ook de bedoeling er niet van. Maandag had ik een gesprek met mijn twin. En het ging ook over van wat kies je, liefde of geld? Ja, en voor mij is dat heel makkelijk. Liefde natuurlijk, want liefde is hetgeen wat ik ook meeneem als ik de aarde hier verlaat. Al dat geld kan ik niet meenemen. Dus waarom zou ik daar meer kracht en macht aan geven? Waarom zou ik dat belangrijker maken in mijn leven dan liefde? En ja, het is zo. Ik moet nog altijd mijn huur betalen. Ik moet nog de diesel in mijn auto betalen. Ik moet nog de verzekering betalen. Ik moet eten voor mijn kinderen betalen. Dat stopt nooit. Dat heb ik ook gezegd in de video maandag, dacht ik. Dus waarom het jezelf moeilijker maken? Met al die absurde ideeën. En als jij het lastig hebt en moeilijk hebt met geld, dan is dat jouw eigen fucking... Sorry voor mijn dingen, maar dan is dat jouw eigen schuld. En ik zeg bewust schuld, omdat dat bij heel veel mensen een trigger gaat teweeg brengen. En dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Want als het jou triggert wat ik nu zeg, dan is het teken dat jij daar nog die wonden hebt. Dat jij dat nog te healen hebt. Dat jij daar nog met overtuigingen zit die jou vastzetten. En die jou nog altijd in een slachtofferrol duwen wanneer het gaat over geld en over waarde. Stop daarmee. Ja, en ik hoor je al zeggen, ja, met Lindsay, dat is wel moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Ook dat is een overtuiging. Ook dat is een keuze. Je kunt gewoon van vandaag op morgen, van nu, op binnen 10 minuten beslissen van... Het is waar. Ik voel in alles in mijn leven. Ik zit hier met tranen te tuiten, te weten, te blijten, te janken. Dat maakt me niet uit hoe je noemt. Het dient jou niet om jezelf klein te houden. Er is een reden waarom dat mijn producten niet gratis zijn. Er is een reden waarom dat mijn prijzen een bepaalde hoogte geeft. Omdat door het feit, als je beslist, ik ga dat geld investeren door dat te kopen, door dat programma te kopen, door die sessie te boeken, door wat dan ook. Of dat nu bij mij is of iemand anders, het principe is hetzelfde. Dan investeer je in jezelf en geef je een heel krachtig signaal aan het universum dat jij dat waard bent. En dat is de enige waarde dat telt. Wat dat jij jou waard voelt. Wat voel jij jou waardig om in te investeren, om te geven? Ik koop duurdere producten. Maar waarom koop ik duurdere producten? Niet omdat een of andere people of marketingbureau beslist dat beter is. Nee, omdat ik zelf die overtuiging heb dat... Een bepaald product, en vaak, waarom is die overtuiging er? Omdat het een ervaring is dat ik meegemaakt heb. Waarom koop ik heel veel natuurlijke producten? En zeker wanneer het gaat over het ondersteunen van mijn lichaam. Denk maar aan vitamines bijvoorbeeld, wat ik niet vaak doe, maar als ik voel dat nodig is, dan doe ik dat. Waarin dat gebeurt, ik heb niets van dafalgan of pijnstillers op basis van chemische middelen. Het is allemaal puur natuur. En waarom is die dat er? Dat is vaak niet altijd. Soms is dat ook duurder. Maar ik heb veel liever dat ik 50 euro moet betalen voor iets. Dan iets wat ik bijna gratis krijg via het ziekenfonds en wat dan ook. Omdat die dingen die niet terugbetaald zijn, die natuurlijk zijn. Omdat die een veel betere invloed hebben op mijn lichaam. En dat merk ik heel hard aan mijn kinderen. Die hebben bijna nooit echt chemische medicatie moeten nemen. Behalve als ze ooit ziek waren en als ze moesten antibiotica krijgen. En dan nog heb ik ook altijd geprobeerd om het op een natuurlijke manier op te lossen. En wat merk je? Wanneer dat zij nu natuurlijke producten krijgen, dan pikt hun lichaam dat instant op. En dat is precies een boost voor hun immuunsysteem. En dat is geen... Wat ik wil dat je nu, vandaag, na aanleiding van deze video, ik ga het ook niet te lang maken, maar dat je voor jezelf gaat over nadenken, dat wat is het dat ik waard vind om in te investeren? Wat zijn de dingen dat ik wil, dat ik weet, die mij vooruit helpen? Sorry, jullie gingen overal. Maar dus, dat ik weet, die mij vooruit helpen, want dat is hetgeen dat jou uiteindelijk overvloed gaat brengen. Dat is hetgeen dat jou die vervulling gaat brengen. Dat is hetgeen waar je geluk gaat brengen. Dat is hetgeen waar je blij gaat laten voelen. Dat is hetgeen waardoor je uitgerust gaat opstaan. Dat is hetgeen waardoor je zoiets gaat hebben van... Ja,
Kom aan, yes, een nieuwe dag, we gaan er opnieuw tegenaan gaan. Dat zijn de dingen, dat zijn de meest waardevolle dingen. En wat hij ook doet, en als je in een situatie terechtkomt en je weet niet wat dat is dat je, welke keuze je moet maken of wat dan ook, stel jezelf altijd de vraag, wat zou liefde doen? Wat zou liefde kiezen in deze situatie? En kies dan daarvoor. En vorige video's heb ik het ook al vaak gehad en ik wil het hier ook nog een keer herhalen, omdat ik moet aan denken, dus voor iemand daar buiten is het belangrijk om te weten. Zolang dat je niet alle informatie hebt en het is niet bevestigd in het fysieke, laten we zeggen, dat een bepaalde situatie zus of zo is, en je hebt nog altijd de keuze om een scenario vanuit goede energie en dat je goed laat voelen te kiezen, of een scenario te kiezen die je lul en depressief laat voelen, om het heel extreem te stellen. Dat zijn de momenten waarop je moet kiezen voor het beste scenario. Want wat hebben we ook geleerd en wat doen we als automatisme bijna? Dan merken we dat we altijd de worst case scenario gaan kiezen. Dat we altijd vanuit het ergste vanuit gaan. Ja, dan ben ik al zeker niet ontgoocheld. Maar guess what? Ik zie net 11:11. Dat is dan hetgeen waar je gaat manifesteren. Dat is hetgeen waar je gaat aantrekken. Dat is hetgeen waar je je frequentie op uitstuurt. Waarop je postduif laat vertrekken. Ik bedoel, allez, kom aan. Dus gebruik de energie die elke dag voor je beschikbaar krijgt. Gebruik die op een goede manier. En is je leven op dit moment niet wat je het wel willen? Laat je ondersteunen. Investeer in jezelf. Alles maar dat je een e-book van 15 euro of 20 euro of 25 euro aankoopt. Begin daarmee. Ga op internet. Er zijn heel veel gratis video's beschikbaar. Waaronder alle mijn video's die ik maak. Er zit daar heel veel kennis, heel veel wijsheid, heel veel informatie in. Ook codes zijn verborgen door de dingen waarop dat ik dingen, bepaalde dingen wel of niet zeg. Luister naar de transmissies die gratis beschikbaar zijn. Zolang dat je niet de monetaire moeilijkheden hebt om in jezelf te investeren, vraag dan aan het universum, vraag dan aan jouw team om het geld te brengen om in jezelf te investeren. Vraag voor oplossingen en laat die magie ontstaan. De enige reden waarom dat we geen oplossingen krijgen van het universum is omdat je zelf al alternatieven hebt bedacht. Ja, dus ik vraag dit universum, ik ga een voorbeeld geven. Ik vraag 100 euro universum om mijn rekening deze week te kunnen betalen. Of om op eten te gaan halen. Laat het zo zijn. 100 euro voor het eten betalen. Maar ja, als ik dat niet kreeg in het einde van de week, ja, kan misschien dit of kan. Zie, dan ben je op dat moment, ga je er al vanuit dat sowieso toch niet gaat lukken. Dus ja, wat denk je dat gaat gebeuren? Natuurlijk gaat dan je eerste vraag niet komen, want het universum zegt, eigenlijk wil ze dat niet echt. Eigenlijk wil ze niet. Dus we gaan gewoon ervoor zorgen dat ze dan het tweede wilt of derde wilt en gezegd het. Dus, lang verhaal kort. Wanneer het gaat ook over geld bewustzijn, is dat dezelfde manier waarop je al de rest manifesteert. Dus als jij al in staat bent om een parkeerplek te manifesteren, of een vlotte route, of dat de regen stopt, of de zonneschijn plat komt, dan kan jij ook geld manifesteren. Dan kan jij ook mogelijkheden creëren. Maar het gaat nooit komen zoals jij het in je hoofd hebt. Dus ook dat word je constant aan uitgedacht om dat open te trekken, om het anders te gaan doen. En laat mij dan daarin jouw voorbeeld zijn, want uiteindelijk het werkt. Maar je moet het lef hebben om te zeggen van oké, ik take mijn handen van het stuur af, nu kan ik dat doen, ik ben niet meer aan het trainen. Ik neem mijn handen van het stuur en ik laat het universum de koers bepalen. En het universum toont mij iedere keer stap voor stap wat datgene is wat ik moet doen. Ik heb dat gedaan in mijn tweelingvlamconnectie, ik doe dat in mijn bedrijf, ik doe dat met mijn kinderen, ik doe dat eigenlijk elke dag opnieuw. En zoals ik ook in de vorige video's gezegd heb, gaat er ook vanuit van dat je elke dag een nieuwe kans krijgt in de simulatie. Elke dag een nieuwe kans krijgt om te leren over hoe dat de conditioneringen niet werken. Om te leren hoe dat jezelf kan deconditioneren. Hoe dat je volledig los kan komen van het ganse matrix en het ganse systeem dat gecreëerd geweest is door de maatschappij. Daar zit jouw kracht. Daar zit jouw grootste les. Dus, ik zou zeggen, heb je vragen? Heb je zoiets van, ja, oké, ik snap het. Of, ik snap het nog niet. Dus er gewoon nog een keer opnieuw.
twee keer, drie keer, 100 keer, maakt mij niet uit, totdat je het snapt. Het gaat op een bepaald moment gewoon ook klikken. Snap je het niet, of snap je het niet, maar heb je het gevoel van, oké, ik voel het aan mijn lijf, precies wel dat er iets klikt, maar ik kan het niet volledig hier grijpen. Laat het los, je moet het hier niet grijpen. Het is je leven die moet begrijpen. Je ziel weet al hoe dat aan elkaar zit. En al hetgeen wat ik vertel, dat hetgeen is wat voor jou ook resoneert. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ben ondertussen weer thuis gekomen. Ik ga verder met mijn dag en de bezigheden die gepland staan. Ik ga nog deze video uploaden en dan zie ik alvast in de volgende video. Doei!